a boos finance poppetje. Nou, ik ben door gewoon het struinen. Nou, het struinen. Ik moest een half uurtje op de trein, had gevolgd in de trein. Ik was met dochters met mijn zus geweest. Tussen vijf vrouwen gezeten. Nou, vijf vrouwen, drie. Twee, eentje was een half jaar. En de andere, mijn kleinkind, anderhalf jaar. Maar leuk, welke dag gehad. Keer ik gewoon. En nou, met mijn dochter hier naartoe gereden. En mijn appie zei, maar ik moet een half uur op de trein af. Dus, even naar de appie gelopen. Maar, nog steeds geheel onthouden. Zaterdag twee weken. Fucking lekker, geen bier. Geen bier. En geen peul. Het is wel heavy als je nou sigaretten rookt. En fruit. Het is wel heavy en je moet zorgen dat je wat te doen hebt. Want, ja, anders denk ik wel aan. Maar het is wel heavy. Maar ja, terug, ja. Ik ben lang genoeg destructief geweest, mijn leven. En ik zeg, oh ja. Gisteren, nou ja, Joost heeft die rechtszaak gehad in verband met die beveiliging betaald, die 2 ton. Over 6 weken krijgt hij uitslag. Ik heb gisteren ook met Joost gehad. Ik had hem, ja, mijn advocaat, mijn week had ik hem toch vorige week al doorgeappt. Want mijn vrienden en Amerika stuurde me gisteren 5 uur 4, is waanzin. Maar ja, dat weiger ik te kijken. Want Willem Engel is natuurlijk een zo'n nanotech antichrist. En dat die mensen allemaal niet de waarheid willen zien over Willem Engel. En die tatoeages van mij vallen. Alles zien de ogen en nek. Op haar linkerarm een tatoeage, eliminatie tatoeage. En ze heeft een vrij metselaarskennetje. Waarvan ze zegt dat ze van de opa heeft gekregen. Nou, ieder normaal lijkt een mens. Zo met de wetenschap van ouder, kan ik je laten omzwellen door de ring of zo. Maar dat niet alleen, de eerste grote demon van Malieveld. Engel in het wit, die Anna in het blauw. En Mordek Kiespijn in het zwart. Ja, en meerdere dingen. Ze hebben een jaar lang samen met mijn vieste onbetrouwbare hond. Hebben ze de mensen. Ja, gewoon bezeikt. Met aerosols een jaar lang terwijl er geen virus was en hun wist het, ze hebben mijn voorkennis gehad. Ze hadden vanaf 1 januari 2020, voordat het virus überhaupt hier was, hadden ze al een bankrekening. En Willem Engel gaat natuurlijk in Spanje zijn commune beginnen. Het is een secteleider. En die mensen willen dat niet zien en zolang ze het niet zien, ja, blijven in die negatieve energie. Helaas. Maar ja, ik snap het wel, ze willen niet uit die cognitieve dissonantie komen. Ze zijn in het begin achter verkeerd aangerend. En ze willen gewoon de waarheid niet zien. En ja, Joost schrijft er ook. Elke schreef ik zeg, hoe kun je met die pools gaan? Je staat er met 2-0 achter. Want ja, die Willem Engel heeft toen dat filmpje, hè, wat ging over de kinderen met het Red Pill Journaal waar hij in was. Dat wilde hij niet op internet hebben. Dus... Ik zeg, Joost, ben je dat vergeten? En dan noemde ik nog wat dingen hoor. Maar ja, mensen zijn zo kortstondig van memory, van feiten. Maar ja, ik heb een geweldige dag gehad. Super top. Daar leef ik altijd naartoe. Niet bij moeders geweest, uiteraard niet. Ik kan niet alles doen. Maar ja, goed, ik pak de trein nou en later.